Remy van Valentijn, schoolgroep 7. En ja, we doen een presentatie van Geld wil dat hij minder de Marokkanen wil. En ja, wij willen dat niet. Marokkanen zijn gewoon echt tof, gewoon echt leuk. En ja, ze zijn gewoon heel anders. Ze zijn gewoon lief, niet gemeen en zo. Meer of minder Marokkanen? Minder, minder, minder. Eigenlijk niet minder, want Marokkanen zijn echt tof, echt leuk. Ja, en kom een keer bij ons bezoek. Jullie gaan zien wat de Marokkanen zijn. Nee. Waarom? Marokkanen zijn tof en je gaat eten bij ons, ga je van gedachten veranderen. Ja, het lijkt me wel veilig. Kom, we gaan. En het is ook beter voor de stemmers. Oké. Okay. Ja, laat die thema komen. Is toch niet, is toch te smerig. Kom. En meneer Geld, wat vindt u van onze thee? Best wel lekker. Ja, en zo zijn eigenlijk Marokkanen. Wat vindt u er nu van? Beetje beter. Beetje? Nou, eigenlijk wel heel veel. Ja, zo zijn eigenlijk Marokkanen. Dus niet zo van, ja, Marokkaan dit is echt slecht, echt maar. Dat soort dingen, maar gewoon echt gewoon, ja, ze zijn gewoon goed en zo. Die Marokkanen die zijn eigenlijk niet heel zo slecht. Ja, vind ik ook. Zullen ze, mogen ze dan wel blijven eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Oh, is goed. Dan, ja, dan mogen ze gewoon blijven. Zullen we dan minder Surinamers? Oké. Voor onze presentatie. Als je oké bent, kennen we het een groot feest. Hallo, ik ben Wadder en we hebben een probleem. Want de politie gaat zomaar zwarte mensen oppakken terwijl ze niet, ze moeten beter goed opletten. En onze oplossing is dat ze beter goed moeten opletten en dat ze niet zomaar zwarte mensen moeten oppakken. En dat is discriminatie. Niet, alleen als ze iets hebben gedaan hebben, dus als iedereen iets gedaan heeft, bijvoorbeeld een bankoverval, dan pas moet ze opgepakt worden of iemand heeft neergestoken. Hallo heren. Hallo. Hallo. Jullie hebben vast iets bij zich. Jullie worden gearresteerd. Waarom? Dit is discriminatie. Ja. Dit is discriminatie, waarom? Ja. Ik ga tegen de commissaris zeggen. Ja, ik ook. Hallo commissaris. Oh, goeiedag. Ik heb hier twee criminelen bij me. Oh, wat hebben ze gedaan dan? Ze hadden vast iets bij zich. Oh, ga ik even checken. Ze hebben niks. Hoezo hebt u ze gearresteerd? Omdat alle bruine mensen overvallen plegen. Hoe komt u daar nou bij? Dat is discriminatie. U bent ontslagen. Heb je het bij? Heb je genoeg geld? Natuurlijk. Dit is niet genoeg. Natuurlijk is het genoeg. Nee, kijk hoeveel ik jou geef. Het is weinig, man. Zal ik je steken? Zal ik jou doodschieten? Jongens, doe nooit racistisch, want je weet nooit wie een crimineel is. Hallo, mijn naam is Yusra, dit is Danica, dat is Teters en dat is Polotkamp. Ons probleem is, er worden vooroordelen gegeven zonder dat je weet wie diegene is. En wij willen het oplossen dat je eerst met iemand gaat praten voordat je een vooroordeel geeft. Hallo. Hoi. Goedemorgen meester. Goedemorgen. Pak je rekenboek. Meester, ik heb mijn rekenboek niet bij me. Kijk met Yusra mee. Oké, je hebt één kans, hè? Anders ga je eruit. Oké, sorry. Oké. Wat is 12 keer 5? 66. Wat is 1 keer 1? 1. Wat is 2 keer 2? 4. Oké. En wat is... Ik ga gewoon stoppen. Hé, ga er nu eruit. Oké, één kans. Nee. Oké. Ik ga even koffie halen. Ja. Waarom praat je de hele tijd door me heen? Jij praat ook door mij heen. Nee, want het was mijn beurt. Maar iedereen... Kleine Filipijn, ga alsjeblieft terug naar je eigen land. Ga naar je eigen land toe. Kom dan. Ik sta... Kom dan. Oké. Ga me niet aanraken. Stop. Jullie gaan het om 2 uur bespreken. Oké. Okay. Jammer hè, nablijven. Ja, maar het is wel ons eigen schuld. Ja, ik ga me even voorstellen. Ik ben Danica. Ik ben Yusra. Ik ben 11 jaar. Ik ben 10 jaar. En... Wat zijn je hobby's?
Oh, mijn hobby's zijn voetbal en dansen. Mijne ook. Gaan we een dansvorsje doen? I just wanna run. Leuk hè? Ja. Zijn vrienden? Nee, beste vrienden. Je moet nooit een vooroordeel hebben, want je weet nooit hoe die persoon is. Je moet altijd die persoon leren kennen en met diegene meer praten. Ja. Doei. 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 Mijn naam is Jessien van groep 7, gevallen ten school. Ons probleem is dat we mensen elkaar niet welkom heten. Onze oplossing is dat we respect moeten tonen. Ja, was echt leuk te sticht. Ja, heel leuk. Ja, dat was echt leuk. Ja, die vuurwerk in de, ja, het vuurwerk afgestoken. Kijk, jongen achter je. Hey. Wat doe je hier? Wat kom je doen? Mag ik bij jullie? Nee, dat mag niet. Je bent Braziliaans. We zijn Marokkaans. Ja, papa niet. Wat ik denk. Ja, papa niet. Wat ik zie. Ja, papa niet. Wie ik zo. Je hebt zo'n onrust en verdriet. Hij heeft toch gelijk? Ja, hij heeft echt gelijk. Zwart, wit, arm of vrij, we zijn allemaal gelijk. Van de straten van de sheik, we zijn allemaal gelijk. Van de slaven allemaal, we willen allemaal gelijk. We zijn allemaal gelijk, we zijn allemaal gelijk. Wat ga je doen? Ja, sorry, dat was niet bedoeld. En? Nu ben je welkom bij ons groepje. Zo zie je dat je niemand moet buitensluiten, omdat hij anders is. Want als jij dat was, zou je het niet leuk vinden. We zijn allemaal gelijk.